Hoe voelt dat? Nou, heel erg kut. Ja? Ja. Wil je erover praten? Nee. Want? Dat is niet leuk. Goedemorgen allemaal, ik ben net wakker. Het is nu ongeveer 6:30 en ik ga even naar buiten omdat ik zo meteen even een klein beetje hard lopen. Maar ik heb geen sportkleren bij, maar ik had dit nog wel. Want ik denk, dit kon je misschien wel sportkleren gebruiken. Dan moet ik het gewoon niet normaal dragen, alleen mijn schoenen ga ik wel van wandelen. Want ik ga zo meteen gewoon barefoot, want ik heb mijn schoenen bij me. Nou, het topje en het broekje. We zijn aan het hardlopen, daar is Mark. Maar daar is een hond, kijk, hij is weg. Daar is een hond in het verte. Die ging net met ze mee. Super gezellig natuurlijk. Eén, twee. Ja, ja, ja. We zijn nu aan het ontbijt en ik heb wat crepes en wat fruit nog. Viola die heeft ook wat fruit, broodje en crepes. Eet smakelijk. En Mark die heeft gewoon op zijn Hollands ijsje met kaas. Helemaal lekker. Kijk, zie je dat? Ik vind dat zo meis knap als mensen dat dan op hun hoofd kunnen balanceren. Maar ik ga nu een poging 2 doen om geld te pinnen. Dus we lopen weer even de straat uit. En het is nu wel, het is best wel rustig hier, maar dit is de drukste straat van de hele stad. Dat het echt niet heel erg druk is, valt nog best mee. We zijn nu net op de lokale markt aangekomen. En dit is van de bovenkant. Hier, we stonden net hier beneden dus, waar ik net liep. Man om eens plek te kijken. This is yours? Yeah, this is myself. Ah, is it everything handmade? Yeah, it's handmade. And wow, some of them beautiful. Are made by me, you know. Really? Which yeah. One have you made? The little ones. The little ones. Wow, and how long does that take? Sometimes it takes 2 days to finish it, starting from carving, finishing it. But it's really beautiful. It's nice, and little money. Go to a good place, I will give you a good price. Dit is de Gambia rivier en ook als je kijkt naar het landkaartje van Gambia zie je een hele grote rivier. En die heet gewoon Gambia rivier toch? Ja. Ja, dit heet gewoon de Gambia river. En dat is deze dus. Maar die gaat gewoon door het hele land heen, want Gambia is niet heel erg groot. Ferry. We gaan nu naar Lemin Lodge. En hier gaan we even lunchen en dan gaan we zo meteen naar een bootje op. En ik zag echt dat bootje, het zag echt super leuk uit. Oh, hey, een hapje. Wil je me een handje geven? Mijn beste vriend. We hebben een lopend buffet voor ons gemaakt. Kijk, wat hebben ze allemaal? Dat is kip, toch? Ja. Ja. Kip, spaghetti. Nee, ja, vis. Of dat is vis, ja. Dit is kip, ja. En dan nog wat rijst en groenten. Ja, rijst. Thank you. Oké, jongens, ik heb er net even Gijs geleerd. Weet je hoe je een goed blondje in spanning houdt? Een goed blondje. Oh, wacht. Hij kan. Weet je hoe je een goede domme blonde mond houdt? Weet je hoe je een blondje in spanning houdt? Kijk, dit is een boom. Hij kan zich voor een tientje je eigen logo op de boom zetten. Paritours. Dit is local internet. Local internet. I'm the artist. Oh, nice, it's beautiful. And you made it all by yourself. Yeah. Everyone. And next year you find your name there. And how do you reach the top text? Like, do you climb? I have a ladder. That one there. Oh, the red one. The red one. There. Ah. Yeah, that's the first one. And when have you made that one? That one is almost now 12 years now. 12 years. So long, oh wow. I was doing this since I was age of 9, 10 years. Really? Ah, funny! So cool! Yeah. Kijk, zie je dat hier voor de kiwi? Kijk of ik hem kan aanwijzen. Daar zie iedereen. Hey, nee, ik heb niet. Ik heb geen hier. Thank you. Huh? We zijn met het bootje geweest en we hebben net hier dus helemaal gevaren. Hey! En dan hebben we Gijs hier nog even in het bootje. Mis je wifi? Ja, ik mis het enorm. Het enige nadeel van Gambia is dus dat je zonder en wifi en 4G zit. Dus eigenlijk ben ik vrij depressief aan het worden. Hoe voelt dat? Nou, heel erg kut. Ja? Ja. Wil je erover praten? Nee. Want? Dat is niet leuk. Want vind je die natuur niet mooi? Zonder wifi niet. Nee. Zonder wifi is alles lelijk. Het is ook geen wifi paswoord ofzo. Nee, niet eens. Niet eens. Heb je al gevraagd? Ja, ik heb het wel gevraagd, maar het is er niet.
Helaas. Wat kan je dan doen? Dat weet ik niet. Ja, ik moet hier ik moet een beetje buiten kijken. En even naar die bomen hier kijken. Dat is zo vervelend. Zonder wifi dan, hè? Het leven is... Met wifi is het leuk, maar zonder wifi is het echt vervelend. Het leven is kut. Ja. Ik ga zo'n groepsfoto maken, maar ik verklaar hem echt voor gek. Want er zit zijn camera nu gewoon echt vast te maken. Op deze hoogte. Ik vind het echt naar. Heeft iemand zoiets een haarbandje of zo? Ik ben klaar. Ik heb net even klaargemaakt. We gaan zo meteen even uit eten bij het beste Indiaanse restaurant van Afrika, zegt iedereen. Sir, what is the name of this restaurant? Clear Open. Clear Open, oké. Indian. Ik wil best uitleggen wat al het eten is, maar ik weet het zelf eigenlijk ook niet helemaal. Het is echt onwijs veel. Maar kun je wel zeggen dat het echt super lekker ruikt? Goed weertje, jongens. Echt goed. Nee, maar het regent hier echt nauwelijks. En dan nu net een keer. Net met ik naar mijn hotelkamer moet lopen, regent het. Oh nee, wacht. Ik zit even na te denken. Vergeet ik nou mijn vestje of zo, maar ik heb helemaal geen vestje bij me. Ik ga even afsluiten. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Morgen komt er weer een vlog online. Hetzelfde tijdstip. 5 uur. Vergeet niet te abonneren als je op de hoogte blijft van alle vlogs. Ja, nou ja. Tot morgen dan. Bedankt voor het kijken. Doei!